Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Nou, ik heb nog een liter zwaar bier. En volgens mij is dat een teken van de Heer. Dat het met mij goed gaat. Ja, maar Perry, drink je wel genoeg? Ik denk het wel. Ja. Het is ook niet te duur. Dus. Ja. Ik wil het hebben over Logion nummer 7. Gelukkig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Want de leeuw wordt dan mens. Vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw. De leeuw wordt mens. En daarvoor moeten wij de leeuw opeten. Want dan is de leeuw gelukkig. De leeuw die de mens opeet. Ja, die mens is vervloekt. De leeuw wordt mens. Uiteindelijk wordt dat afgedwongen. Langere termijn zit niet zo te zeuren. Maar je bent deelgenoot van een heel klein stukje. Een heel groot. Een sculptuur of zo? Ja, het zal wel ergens op lijken. Snap je? Ik ben daar van mijn onderwerp af. En anders dan verander ik het maar. Ik herinner het mij nog wel als dat noodzakelijk is. Want wat is belangrijk om over te spreken? Ik heb het over wraak gehad. Ik heb het over Thierry Baudet gehad. Ik heb het... Waar wil je naar luisteren? Is mijn vraag. Als je nog geen onderwerp hebt, waar moet je het over hebben? Recepten. En stomme mannen. Zonder smaakgevoel. Dat is erg, man. Dan ben je een vrouw. Dan kan je lekker koken. En je kerel, het eerste wat hij doet, dat is jouw soep beledigen met een enorme bak peper. En een witte peper, zwarte peper. En hoppakee, en dan gaan we verder door met voetbal kijken. Ah ja. Drama. Dat is mijn leven. Hè? Drama. Zo erg. De vader van mijn moeder, die had dan verjaardag en dan stond er een radiootje naast zijn stoel, zo'n koude stoel, maar het was voor hem warm genoeg. En allemaal koude stoelen, helemaal niet de gezellige bank of zo, of, allemaal niks meer. Dat hier is een koude stoel. Met zo'n radiootje naast hem. Met een antenne. De voetbaluitslagen. Oh, en dan kwam de soep.
En mijn schoonmoeder, wat zeg ik nou? Maar zij, hè? Ik kon best lekker koken. Hele schone vrouw. Echt een mooie vrouw. Met een brute man. Een man waar andere mensen bang voor waren. Dat is hun eigen kerel. Ja, al die feministes, eat this. Heb medelijden met zo'n vrouw. Die niets anders wilde dan de huishouding doen. En lekker koken en alles proper. Ja, een stomme kerel. Echt een lul van een vent. Achteraf bezien. Ik was erbij toen hij doodging. En toen gingen we bier drinken. Ik vroeg later nog aan haar. Als ze verhuisde door de gemeente, verplaatst naar een nieuwbouwwijk. Allemaal goed. Een Surinaamse vriendin. Oh, dat ging zo goud, hè. Dus dat was helemaal blij. En ik vroeg aan haar: mis je opa niet? Mis je hem? En zij zei: waarom? Ik ben blij dat die klootzak dood is. Ja, meet the hardlife. De boeddhisten hebben gezegd: je kan net zo goed verdrinken in een meer van 30 meter diep als in een regenplas. Het fijne van het boeddhisme is dat het minst aanvallende geloof is. Dat kan je van de christenen niet zeggen. Althans, ik wil niet dat je dat van mij zegt. Dat ik behoor tot de minst aanvallende. Want ik ben in aanvalsmodus. Altijd geweest. Ik ben op zoek naar strijd. Dus ik ben zo'n iemand. Overdag ga ik eventjes naar Stalingrad. Dan gaan we Russen voor de kop knallen. En dan kom ik thuis in Auschwitz. En moeder heeft de linzen zo klaar. En dan weer op de trein. Nou, naar weer terug. Beetje commuteren. Meer wil ik niet. Echt niet. Ik wil dat mijn kinderen veilig achter een hek zitten. En gegarandeerd voedsel krijgen. En ik ga, wij schieten die stomme Ruskies voor de kop. Dan lossen we de Russen af van hun probleem. En die Russen die schieten die stomme Duitsers voor de kop. Ja, en lekker opfrissen. Nou, weer lekker Stalingrad en dan gaan we lekker naar huis. Nou, Auschwitz. Lekker veilig achter een hek. Met de douches. Werkkampen. Ja, serieus, zo denk ik erover. Dus ook met die dat je je niet mag laten vaccineren of zo. Je mag je niet laten. Nou, in ieder geval. Oh, je bent niet gevaccineerd. Ja, dat is beter. En dan moet je naar een kamp? Ik kom eraan. Ja, waarom niet? Ik hou je niet voor de gek, hoor. Ik ben niet de eerste. Ik zeg niet dat ik er naartoe wil. Het punt is, als ik er naartoe moet, dan moet ik wel even in Klarendal gaan vertellen van ja, ik moet naar het ongevaccineerde kamp en de volgende dingen zijn nog te doen. Even afscheid nemen. Maar als het allemaal goed verloopt
Dan ga ik er ook vanuit dat het met die gozers in Klarendal. Nou, dat gaat dan wel prima. We hebben afscheid genomen en huppakee. En dan zit ik in Almere en omgeving of zo. En dat vind ik gewoon goed. Dan denk ik nu echt dat je mij voor de gek haalt. Dus waar ben je bang voor? Voor dan duivel? Of ben je bang dat jij baba hebt gedaan? Van vies vies. Vind je wist niet zo goed. Dus, ja, eigenlijk ja, moet ik sorry zeggen. Maar die mensen, die vind ik helemaal niet aardig. En dat je dan beseft dat je toch sorry moet zeggen. Is het dat? Ja, zoals de moeder van mijn wettig kind. Ja, die moet sorry zeggen tegen haar kind. Sorry. Ja, sorry. En dan gaat ze dan. Op een goede manier. Als ze geen sorry zegt voor haar dood. Dan krijgen we nog meer overbevolking. Punt. Er is niks anders in deze wereld dan de wil. En als je de wil leren kennen, dan doe je dat met empirie. Vervolgens sla je stijl achterover. Van verbazing. Zo'n mooie uitspraak van Nina was. Toen ik haar uitlegde over de wijze waarop je moet tanden poetsen. En dat die wijze waarop je moet tanden poetsen gelijk staat aan de wijze waarop vissen zuurstof uit water weten te halen. Het tegenstroomprincipe. En mijn dochter van... Ja, maar zit je me nou te vertellen dat het tandenpoetsen een relatie heeft tot de manier waarop vissen... Nou, jij bent gek. Ja, en zo word ik verklaard voor idioot. En ik heb gelijk. Want wat ik zeg is waar op dit terrein. Ik zeg niet dat alles waar is wat ik zeg, maar... Ja, het is het tegenstroom. Dus als jij je tanden gaat poetsen, dan ga je eerst met een stokje even de ruwe stukjes eruit halen. Hè? Dan maak je je tanden mooi schoon. Oké, tandschoen. En dan gaan we met de tandenborstel, met eventueel droog. Kun je ook dat doen? Kun je ook dat even doen? Ja, waarom niet? Gewoon een droge tandenborstel en wat speeksel, hè? Nou, en dan gaan we de druk opvoeren. En dan gaan we de tandenborstel maken we nat. En dan gaan we er weer eroverheen. En ook aan de binnenkant. En ook achterin. En dan maken we al die dingen maken we schoon. En dan komt de heffershout. En dan gebruiken we tandpasta. Nou, dan is alles weg. Dan heb je schone tanden. Ja, komt tot rust. Dat is het allerbelangrijkste. Oh, geen onderwerp. Belangrijke dingen. Waar je het over moet hebben. Terwijl jij dient te weten. Dat je niet zo lang moet luisteren. Naar dit geoude hoe. Maar dat je met deze kennis en die ontspanning als de sodemieter aan de slag moet gaan. Ja, geef alles op. Fly away, little
Paraguayo. En nee, ik ben niet stout. Dat past niet bij mij. Zo ben ik niet. Ik ben meer van... ik ben pro-racisme. Dat we rekening houden met iemand die... Ja, maar hey, dat mag niet, want hij heeft een kleurtje. Positief racisme. Dat we alle negers, iedereen... Dat wij, als wij onder de zonnebank willen, ja, dan moeten we ervoor betalen. Maar al die vluchtelingen, die moeten gratis kunnen. En dan krijgen ze vitamine D-gebrek. Ja, wat is dat nou? Dus alle vluchtelingen, iedereen, die hebben vluchtelingenpas of zo. Maar je gaat maar naar de godverklote zonnebank. Anders krijgen die mensen vitamine D-gebrek. Ja, wij kunnen er tegen. Wij hebben er helemaal geen probleem mee. Wij een beetje zonlicht. Oké. Dan moet je wel blank zijn. Maar als je hier komt met een donkere huid. Ja, snorrie, jongen. Mensen moeten gratis aan de zonnebank. En dat kost maar een paar amperes. Maar maak het naar uit. In het grotere schema der dingen. Om David Bowie te citeren. Leuk, hè, zonder titel. Dat je alles eruit mag gooien dat je hebt opgenomen. Naar waarheid. Ik heb mij ooit verstout aan... fantasieën over de werkelijkheid. En toen heeft iemand, ik zal niet zeggen wie, maar die zei toen tegen mij van... Oh, ik dacht dat het echt gebeurd was. En toen ik hem vertelde van... Nee man, dat was een fantasie. En hij zei... Ja, maar ik dacht dat... Oh, maar je bent... Ja, en, nou, dat was de breuk. Of zoiets. Ik wil niet dat mensen in mij geloven. Het is ook zo'n ding. Niet. Niet. Helemaal niet. Ik vind dat mensen genoeg moeten nemen met de gebeurtenis. En beseffen dat de gebeurtenis noodzakelijk was voor de komst van de trooster. En geloof me nou, ik ben de trooster niet. Dat is een rol die ik speel om jullie te leren te troosten. Ik ga die paanzooi niet in mijn eentje opruimen. Als je dat soms dacht. Dat ga ik echt niet doen. No way, Jose. Dat is met z'n allen. Paanruimen. Onder strikte regime. En geen klacht. Nientos problemas. Opereren. Bestudeer dat werk van de Jezuïeten. En dat heet De Kunst van het Oorlog Voeren. Sun Tzu.
Maak jou die kunst eigen. Probeer het. Bestudeer Sun Tzu. Dat is logos. Dat is woord. Dat werkt. Als jij gaat schaken, eerst Sun Tzu. Altijd. De kunst van het oorlog voeren is uitgeschreven. Dat is klaar. De rest is magie. Lees The Art of War van Sun Tzu. Dat was een jezuïet. Dat was een jezuïtische operatie. Van de inquisitie. Ja, je kan wel zeggen, ja, maar Perry, jij bent toch tegen inquisitie? Ja, maar, ja die kan ook een leuk boekje lezen. Hè? Wat ze hebben verspreid onder hun eigen. En lees dat boekje. The Art of War. Van Sun Tzu. Nou, waarom niet? Gewoon voor de gein. En dan ga je, als jij een of andere gozer bent, en af en toe heb je wel een meisje of zo, dat maakt ook niet uit, drink een kopje thee, dat maakt ook niet uit, maar je bent dan bezig met schaken. En zo'n meisje vindt het ook wel leuk, van, oh, ga je schaken? Nou, ga maar doen. En dan ga je schaken nadat je eerst Sun Tzu hebt bestudeerd. En dan schaak je vanuit Sun Tzu. Het helpt. Dat is alles wat ik je kan zeggen. Het punt blijft bij het schaken, vooral in mijn geval. Je moet niet te veel suipen. Maar met rooibos thee of zo. En, 3 weken in het bos. Dan gaan we even schaken. Maar dat is ook niet eerlijk. Ik wil het ook helemaal niet binnen. Jij ook niet. Dat is zo mooi. In Café de Wacht. Nou, heb ik een schaakvriend. Die heet Rick. En dat is iedere keer remise. Toink. En hij wint heel veel. Dat gun ik hem. Natuurlijk. Hit me with your rhythm stick. En dan de meest belachelijke setten maken. Dat ik denk van, dat kan niet. En dan de laatste partij dat Rick zei van, ja meneer, je moet mijn toren pakken. Ja nee, dat is het laatste wat ik wil. Dat ik als gehandicapte, besopen, oudere kerel geholpen moet worden tot die jongere gozer die mij gaat verslaan. Ja, zei hij, zo is het een mooie overwinning. Dan denk ik, oké. Okay. Kom op, man. Mijn bankrekening, die stijgt alleen maar. Ik ben echt een etterbak in die zin. En je moet toch een beetje je geld er doorheen jassen, of niet? Nou. En doe dat op een fatsoenlijke manier. Dan smijt het over de balk. En leer koken. Erg belangrijk. De basisingrediënten. En je kinderen ook leert. Wat moeten we hebben, mama? Nou, wat je nodig hebt is bonen. Aardappelen. Rijst, de paprika, de wat meer eigenlijk. Schapenvlees. Of koeienvlees. Als ik kan betalen. Je kan ook zonder vlees.
Mijn punt met het vegetarisme is dat het te veel tijd en aandacht kost. Vegetarisme best. Veganisme über best. En straks. Maar niet nu. Als je het wilt doen, dan ben je een. Ja, dan ben je gevaarlijk bezig. Maar dat kan je ook zeggen van mensen die roken. Je neemt als roker een risico. En dat doe je als vegetariër ook. Je neemt een risico. Want je weet het niet zeker. Dat het goed is. Ik had een vegetarische buurman. En die zag ik naar huis fietsen met voeding voor zijn kinderen. En dat waren vier van die. Ja, vier pizzadozen van de supermarkt. Vegetarische pizza's. Een walgelijke man. In mijn ogen. Dat is subjectief. Ik vind dat je dat je kind niet aan mag doen. Pizza's uit de supermarkt. Uit de Co-op. En dat voer je. Aan je kind. Treur met mij. Maar dat kan toch niet? Je moet koken. De ingrediënten zijn uien, aardappelen, gember, bosui. Prei, paprika, tomaat, mais, aubergine, courgette, de kool, weer paksoi. Moet even doorgaan. Dan heb je inktvis. Je garnalen. Ja, en waar ik uit mag krijgen. Neem die basisproducten. En koop gewoon stukken vis. En maak er wat van. Ik heb een hele aparte uitzending gehouden over koken. Ik moet het elke keer hebben. Over koken. Koken kost tijd en aandacht. Tijd plus aandacht is gelijk liefde. Dat is de wet van Perry. Dat is mijn wet. Tijd plus aandacht is gelijk liefde. Dat is de wet van Perry. Nog een keer. Wat moet je me even opschrijven? Dat is mijn wet. Dat is mijn wet helemaal niet. Ik doe het de hele tijd. Dat is mijn wet. Dat is mijn wet niet. Dit is waar ik onder sta. Ik sta onder die wet. Het is niet mijn wet. Ik heb het niet uitgevonden. Ik sta onder die wet.
Van, oh, jullie, iedereen om me heen, al die instanties met George Soros en weet ik wel wat ze nou weer verzinnen met dat World Economic Forum of zo. Dat maakt me er helemaal niet uit, man. Ik sta onder die wet. Dat is mijn wet. En geen enkele andere wet. Poef. Ik ben een gehangene. Dat is toch leuk voor jullie. Zit niet zo te zeuren. In de gehangene, dat is de, als je het hebt over een klokkenluider, hè? De bing bong, die hangt aan een touwtje. Doing, 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 doing. Dat ben ik. En zij hebben dat niet in de gaten. Ik hou mij verscholen. Ik had heel veel geld kunnen verdienen. En dat interesseert me niet. Dat is een, nou, je kan zeggen, een vervelende eigenschap. Dat geld me geen donder interesseert. En bezittingen ook niet. Alles wat je bezit, dat is een last, man. Ik ben momenteel bezig om mijn woning zo te maken. Dat als mensen dan, als ik wegga hier, want ik ga hier weg. Dat denk ik wel. One way or the other. Maar je weet niet wanneer. Alles wat hier staat, dat kan in één keer naar de afvalclub. En ik zeg je, een expat, die denkt, huh, leave it alone. Don't touch anything. I will live here. En die neemt alles in één keer over. Goede beamers. Goede internet toestand aansluiting. Nee, ik kan niet zo weg. En dan moet je de goede huurder vinden die het waardeert. Dat je all provided bent. Een internetwoning. Met een verrijdbaar schaakspel. En een leuke keuken met een compostton van Duitse makelij. Gratis krijg je er een stoffer en blik bij, want soms in de zomer dan komen de maden eruit kruipen en die moet je bij elkaar vegen en dan pfiet, terug in de compostton. Dat is een klusje. Heb je een mooie compost. Mag je hopen. Ja, wat is dan ter afsluiting, hè? Want in een compostton kan je ook heerlijk pissen. Met een veel beter uitzicht dan in mijn gemeentetoilet. Daar zit je te staren naar bolletjes of zo. En dan moet je maar pissen, ja. Maar op mijn balkon, daar staat een composthoop, dingen ston. En daar kun je ook heerlijk in pissen. En dan kan je lekker naar buiten kijken. En niemand ziet het. En je bewatert. So, thank you for the music. Je geeft. Daar gaat het om. Over niks hebbend, hè? Zonder titel. Hè? Ik wil een rookfeest. En ik betaal alles.
Want ik wil het. Rookie. En wat wil jij? Nee, ik wil het dus zelf. Hè? Maar mijn ene collega, die heeft een wijf. En daar heb je dan gezeik aan. En die kan er weer niet of zo. Ja, die andere, ja, mijn coördinator, die dan. Maar die wil, ja, die wil denk ik wel, maar die is heel kieskeurig op tabak. En ik dacht, nou, daar ga ik even bij, daar haal ik hele goede sigaretten. Zo'n Lucky Strike of zo. Lekkere Kentucky. Ja, daar wordt hij wel geil van, denk ik. En net als vorige keer krijgt hij van die hetzelfde spul. Een schoon gewassen glazen. Dat is erg belangrijk. I know. En dan nog meer van die collega's erbij. Die het niet erg vinden dat we roken. Ja. Ja, ik heb zo'n rookalarm dingensapparaat. Maar zo lang uitgeschakeld. Maar. Het beste, de beste bescherming tegen de ellende. Dat heet ventileren. Met een nadruk op vent. Je moet een vent zijn. En een vent ventileert. Snap je? Dus oude waarheid. Dus ventileren, dat is een vent. V van Victor. E van Eduard, N van Nico, T van Theodor. Een vent die ventileert, die lucht, het doorluchten. Een vent ventileert. Dat is een mooie uitspraak, zijne doorluchtigheid. Dat is de vent die opstaat. En de afwas doet. Waarom niet? Ja, ja. En het ging dus over van alles en nog wat. Ik weet het echt niet meer. Moet je terugkeren in de moderniteit met boze vrouwen in de Tweede Kamer die dan zeggen, ik vind dit walgelijk. Ik vind helemaal niks walgelijk. Oké, een beetje, er zijn bepaalde dingen waarvan ik zeg van, nee, dat meen je niet. Maar Thierry Baudet, een beetje lopen afrekenen op de holocaust tussen aanhalingstekens, hè? Dat is dan fout. Gaat voor hem. Ik vind politici lelijker en lelijker, behalve Thierry Baudet.
Dat is een man waarin ik qua uiterlijk in geloof. En dat hij maar niet John F. Kennedy wordt. Kennedy, John F. Ja, dat me niet, maar dat zal toch niet gebeuren, joh. En zo de wel, dan zal die je. En dat goed begrepen. En dan alle mensen die tatoeages hebben met hakenkruisen, die gaan er eventjes en dan maken we heel Den Haag kapot. Maakt niet uit wat. Elke lantaarnpalen om alles kapot. Als ze Thierry Baudet vermoorden, dan is het een ramraam. Lijkt mij. Als Thierry Baudet een vroegtijdige dood vindt en de Hollanders daar niks aan doen, en nou weet ik hem weer. Ja, Logion nummer 7. Stemmy. Gezegend is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Want de leeuw wordt dan mens. En vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw. Maar. Dat is maar. De leeuw wordt mens. Het koninkrijk Gods komt met grote kracht. En mensen zijn bezorgd. Ik niet. Ik ben hier om te dienen. Meer niet. En jij ook. En laat de rest over. Aan de heerser van de Haaretz. Er is een heerser in de Hashemayim. En een heerser aan de Haaretz. De heerser van de Godzorg. Ja, raak bekend met waarheid. Ik heb problemen gehad met mijn jeugd. Ik had, dat vond ik, een vervelende moeder. Nu snap ik dat dat noodzakelijk was. Want zo is dat voor de kinderen van mijn vader. Al die kinderen van mijn vader hebben fascistisch, communistisch, democratisch, all-inclusive
moeders, die geen donder geven om hun gut, anders dan ze er naar kijken als arbeidspotentiaal. Oh, nee, maar deze kan tot in mijn oude dag voor mij zorgen. Ik dacht dat het zo was. Een mooi college. Over Logion nummer 7. Dag, lieverds.